En dan gaan we nu over naar Linda van Cynthia Zorg. Oké. Nou, Cynthia Zorggroep, wij zijn een verpleeghuisorganisatie. We hebben deze presentatie opname met lef genoemd. Maar daar kom ik zomaar wel op terug waarom die zo heet. Dan mag die naar de volgende slide. Tot eerst even kort de organisatie introduceren. We hebben 4 verpleeghuislocaties. Allemaal in het midden van het land, een beetje richting het oosten. Dus Wageningen, Renkum, Bemmel en nog een plek in Wageningen. In totaal hebben wij ongeveer 1200 medewerkers en 560 cliënten. Wij leveren complexe en intensieve zorg. Dat blijkt wel uit de verhouding tussen medewerkers en cliënten, denk ik. Wij leveren eigenlijk voor 90% langdurige zorg. Dus ZZP's 5 tot en met 10. En we hebben nog een kleiner gedeelte, ook revalidatie. Eerste lijns de ELV, kortdurende opnames. Ik zit even te denken hoe het ook alweer heet. En hospices hebben we in Bemmel op de Lingenhof hebben we 6 plekken. En begin van deze maand hebben we ook een hospice in Wageningen in Roemakita geopend. Dat is heel in het kort wie Cynthia is. Onze successen, om even kort mee te nemen, even heel puntsgewijs van ja, wat is nou het resultaat geweest van dit traject dat wij gelopen hebben. We hadden bedacht om dit in een jaar te doen, maar er kwam corona tussendoor en natuurlijk ook nog een aantal mislukkingen, die zal ik ook noemen, waardoor het uiteindelijk wat langer heeft geduurd en vanaf 7 maart dit jaar zijn wij rookvrij. Heel concreet hebben we bereikt dat enkele medewerkers zijn gestopt. Daar weten we niet de precieze aantallen van, omdat sommige medewerkers, nou ja, het gaat ons natuurlijk ook eigenlijk niks aan, maar sommige medewerkers vinden het ook gewoon echt heel spannend om het te vertellen. Er zijn ongeveer 2 bewoners gestopt met roken. En om het even in context te zetten, we hadden maar 28 rokende bewoners. Dat is minder dan 5% van het totale aantal bewoners wat we hebben. Dus in die zin is het voor bewoners ook niet een heel groot, voor de individuele bewoner kan het een heel groot probleem zijn, maar voor de organisatie gezien is dit niet een heel groot probleem. Uiteindelijk hebben we nu 23 rokende bewoners en dat heeft er zijn er in het hele traject, dus afgelopen maanden, zijn er 7 mensen overleden. Niet per se door het roken, maar ja, dit is nu eenmaal een verpleeghuis, dus mensen overlijden hier uiteindelijk. Maar we hebben ook, en dat is dus niet goed gegaan, 2 rokende bewoners opgenomen. Terwijl we eigenlijk willen geen cliënten meer opnemen die roken. Dit is, maar daar zal ik straks wat verder op ingaan. Dit is aan de voorkant niet helemaal goed gegaan. En we streven er ook naar om geen mensen op te nemen of geen mensen hier te laten werken die roken. Dus we noemen het al heel erg in het begin bij het sollicitatieprocedure dat het een rookvrije organisatie is. En rookvrij betekent voor ons overigens ook dat het terrein rookvrij is. De gebouwen zijn rookvrij. En met name het terrein rookvrij heeft voor onze specifieke locaties nog wel wat hoofdbrekers gegeven. Omdat we aan de ene kant van het spectrum hebben we een locatie waarbij je 2 meter uit de voordeur loopt. En daar sta je op openbaar terrein, op gemeentegrond. Dus daar zouden in theorie mensen buiten kunnen gaan staan roken. Eigenlijk vlak bij de ingang. En een andere locatie zit helemaal aan de andere kant van het spectrum. Die staat midden op een landgoed. En dat landgoed is ook van ons. Dus als je het hele terrein rookvrij zou willen gaan maken, moeten we ook in het bos gaan controleren of mensen daar niet roken. Dat is natuurlijk niet te doen. Dus we hebben een kaart erbij gepakt en een lijn getrokken. En dat hebben we ook rondom het gebouw zo aangegeven. Hoe zijn die successen dan behaald? Nou ja, wij zijn echt begonnen eerst met commitment. Het rookvrij zijn was een initiatief van de bestuurder. Het leefde hier al wel langer, maar de bestuurder heeft gewoon gezegd, ik wil gewoon op korte termijn rookvrij zijn. Wordt hier gewoon niet meer gerookt. Vanuit het MT hebben we onmiddellijk gezegd, wij staan daar eigenlijk gewoon volledig achter. Omdat wij ook vinden dat medewerkers hebben recht op een rookvrije werkplek. En wij doen er alles aan om hen een gezonde werkplek te geven met allerlei andere arbovoorwaarden. We delen mondkapjes uit als er infectieziektes zijn. Dus waarom laten wij mensen nog wel werken in een rookruimte van waar bewoners zitten te roken? Dit hebben wij ook eigenlijk zo niet als officieel stuk, maar wel voorgelegd aan de ondernemingsraad, cliëntenraden en de professionele adviesraad. En die zeiden eigenlijk onmiddellijk, ja, wij zijn daar helemaal voor. Daarna zijn we pas begonnen met het project opzetten en ook het beleid maken.
En het beleid maken, ja, dan heb je het eigenlijk over een beleidsstuk van uiteindelijk geloof ik 2,5 A4'tje waar kort in uitgelegd staat waarom wij dit willen, hoe we dat doen en uiteindelijk natuurlijk ook een stukje handhaving. Maar dat is, bleek ook wel in het hele traject dat het maken van het beleid niet het belangrijkste is. Wat heel belangrijk is, is vooral de communicatie naar bewoners en naar medewerkers. En we hebben in de aanloop heel veel gecommuniceerd. Mensen uitgelegd, meegenomen, familie ook heel erg meegenomen hierin. En dan blijft ook wel dat dus het echt een heel relatief klein aantal bewoners dat rookt. Dat heel veel mensen daaromheen, dus niet de directe familie, maar verder daaromheen, eigenlijk heel blij zijn dat we rookvrij worden. Want mensen in de omgeving hebben er behoorlijk veel last van als iemand op zijn kamer zit te roken. En wat we ook hebben gedaan, wat heel belangrijk bleek voor achteraf voor het succes, was een hele brede projectgroep neerzetten. We zijn niet zo'n grote organisatie als Sozijn net voorbij kwam. Maar we hebben wel gezegd, we willen eigenlijk van alle geledingen iemand in de projectgroep hebben zitten. Dus er zat een HR-adviseur in, want uiteindelijk gaat dit gewoon ook voor een heel groot gedeelte over gezonde leefstijl van medewerkers. De manager van het expertisecentrum zat erin, omdat zij geeft leiding aan alle behandelaren, dus ook de artsen, ook de psychologen. En die zijn weer betrokken bij het helpen met stoppen met roken bij bewoners. Een leidinggevende van alle zorgteams zat erin, ook om steeds helder te krijgen van ja, waar lopen we nou in de praktijk tegenaan? En de facilitair manager, omdat je natuurlijk ook gewoon moet kijken naar de terreinen en de voorzieningen. Waar zet je prullenbakken neer? Waar zet je asbakken neer? Net buiten het terrein. Want je kunt het wel niet doen. En het is al niet fraai als er mensen net buiten je terrein zitten te roken. Maar als je ook geen asbakken neerzet, krijg je nog een afvalprobleem erbij. Dus zo hebben wij dit heel breed neergezet. En daar zat in eerste instantie ook vertraging in. En dat was een van onze mislukkingen. Is dat we in eerste instantie een projectleider hadden die steeds de opdracht in twijfel trok. Dus we zijn begonnen eigenlijk bij een bestuur en MT die zeiden wij willen dit per se. En vervolgens hebben we een projectleider die zegt van ja, maar moet je dit wel willen? Kun je dit cliënten en bewoners wel aandoen? En het is natuurlijk heel goed dat je het daar met elkaar over hebt, maar het helpt niet als je steeds in de projectgroep deze discussie hebt. Uiteindelijk is ons succes gebleken in de projectgroep om daar met elkaar gewoon te beginnen. Te zeggen van oké, dan zetten we de datum over een jaar en we gaan er stapjes voor stapje naartoe werken. En we gaan niet meer steeds de vraag stellen, gaan we het wel doen? Nee, we gaan het doen en we doen het gewoon stapje voor stapje. Dan kan hij naar de volgende slide. Ja, hier heb ik net eigenlijk al wel wat over verteld. Dus wij hebben eerst het beleid gemaakt. Ja, eerst commitment gevraagd, vervolgens hebben we beleid gemaakt. Ondertussen hebben we inventarisatie gemaakt van welke bewoners roken nu eigenlijk. En wie zou er eventueel willen stoppen. En ondertussen hebben we steeds aankondigingen gedaan richting de bewoners, de medewerkers. En die staat er niet bij, maar ook richting de verwanten. En we hebben heel bewust zorgbemiddeling. Dat zijn eigenlijk onze klantadviseurs. Dus als je je aanmeldt met een indicatie, kom je als eerste daar terecht. Zij bespreken ook dat als je je aanmeldt voor opname hier, dat er niet gerookt mag worden. En met hen hebben we ook afspraken gemaakt over hoe dat proces dan gaat. Als dus zich nu een nieuwe bewoner aanmeldt die rookt, dan gaan zij vragen van wilt u stoppen? Dan kunt u daar begeleiding van krijgen bij ons. Als iemand dan aangeeft te willen stoppen, dan kan die opgenomen worden. Als iemand niet wil stoppen, dan kan die bij ons gewoon niet opgenomen worden. Mocht iemand nou wel willen stoppen, opgenomen worden en het blijkt toch niet te lukken, dan gaan we altijd kijken wat is er in maatwerk mogelijk. En daarbij blijft het uitgangspunt, er wordt in ieder geval niet gerookt in het gebouw. Nieuwe bewoners moeten altijd naar buiten. Voor de bestaande bewoners die roken hebben we daar her en der nog een uitzondering op. Maar daar zitten wel allerlei voorwaarden aan. Dus we hebben een paar appartementen waar gerookt wordt. Die mensen mogen alleen maar in hun, dat klinkt misschien gek, maar in hun slaapkamer roken. Omdat daar goede afzuiging en ventilatiemogelijkheden zijn. Zo kijken we steeds opnieuw van ja, hoe kunnen we dit zo goed mogelijk doen. Daar zat in eerste instantie dus ook een mislukking in. Want er zijn toch nog in het hele proces twee bewoners opgenomen die roken.
En dat heeft ermee te maken dat we de mensen van zorgbemiddeling, we dachten het goed doorgesproken te hebben. Maar zij krijgen uiteindelijk de mensen aan de telefoon of spreken ze face-to-face. En dan blijkt het toch heel spannend om het zo echt te vertellen. Van ja, dan kan u dus niet opgenomen worden. En hoe gaat het dan verder, het proces? Bij deze twee casussen waar het verkeerd is gegaan, hebben ze eigenlijk de casus doorgegeven aan de leidinggevende in de zorg. En die heeft gezegd, nou, u bent van harte welkom. Dat had niet gemoeten, dat had eigenlijk breder in de organisatie besproken moeten worden. Wat we nu nog gepland hadden staan is wat meer positieve berichtgeving over stoppen met roken. Want tot nu toe hebben we het erg gericht op van als je hulp nodig, als je wilt stoppen met roken, dan kun je hulp krijgen. En nu hebben we een aantal interviews met medewerkers op ons intranet geplaatst van medewerkers die heel erg blij zijn dat we rookvrij zijn. Omdat bijvoorbeeld nu de balkons gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Dus dat cliënten lekker in de zon kunnen zitten. En dat er geen rookwolk meer hangt. En ook dat collega's niet allemaal meer stinken aan de rook. Wat we nog wel willen gaan doen, is ook bij recruitment, dus bij het aannemen van nieuwe medewerkers, daar nog duidelijker maken dat het een rookvrije organisatie is. En de allergrootste uitdaging blijft tot nu toe de handhaving. Dan mag die ook naar de volgende slide. Hij staat hier niet op, maar de handhaving is echt wel het lastigste om voor elkaar te krijgen. Omdat dat vraagt van individuele medewerkers ook dat ze hun collega's aanspreken als ze roken op een plek of op een tijdstip dat het niet mag. Dat hebben we dus ook gezien bij zorgbemiddeling. Daar hebben we echt wel begeleiding bij nodig. Dus daar zijn we nu ook wel weer extra op aan het inzetten. Ook dat leidinggevende in de zorg daar, niet de persen in de zorg, maar dat leidinggevende daar ook bij geholpen worden van hoe doe je dat nou? En we weten ook wel, we zijn niet gek, dus wij gaan niet, we gaan voor 100%. Dat staat er ook. En ik denk dat het ook een belangrijk streven is om te doen. Maar we weten dat het in de praktijk zal het geen 100% zijn. Want als de kat van huis is, dan is de muis op tafel. Dus ik weet bijna zeker dat hier in de avonden en weekenden helaas gerookt wordt door medewerkers op plekken en op tijdstippen dat we dat niet willen. En dat zijn eigenlijk in het kort is dat even mijn involgevlucht hoe wij het hebben gedaan. Dankjewel. Supergoed, mooi verhaal. En ook wel een spannende stap, vind ik, binnen de sector, hè, om deze keuze te maken. Ja. Waarbij je echt wel een soort weigeringen hebt van de rokende medewerkers en de cliënten. Ja. Via de chat wordt ook wel de vraag gesteld, en dat is ook een vraag aan jou dan, hoe dit juridisch zit. Hebben jullie, neem ik aan, van tevoren al uitgezocht of dit juridisch kan, het weigeren van rokende medewerkers en cliënten? Kun je daar iets over vertellen? Nou ja, wij weigeren geen rokende medewerkers, maar wij zeggen tegen medewerkers dat ze alleen mogen roken buiten hun eigen werktijd. Dus dat is in de meeste gevallen is dat voor aanvang van een dienst, in de lunchpauze en na de dienst. Maar dat moeten ze wel duidelijk meekrijgen. En bewoners weigeren, we weigeren ze niets. Wij willen ze helpen om te stoppen met roken. Dus ze hebben een ZZP en in die zin hebben ze recht op zorg. En die kunnen ze hier krijgen, maar dan mogen ze niet roken. Daar is juridisch niet iets waar er is niet iets juridisch wat ons kan dwingen om iemand op te nemen die dit wel doet. Want we geven het duidelijk aan de voorkant. Helder. En hebben jullie daar ook specifieke afspraken dan met het zorgkantoor over gemaakt? Nee, dit hebben we aan hen verteld dat we dit zo doen. Mm-hmm. En het zorgkantoor geeft eigenlijk aan dat ze verwachten dat heel veel organisaties dit gaan doen. Een andere vraag die wordt gesteld, Linda, is, je gaf aan dat jullie bij de opname inventariseren of ze willen stoppen met roken en dat jullie dan die stoppen met rokenzorg ondersteuning aanbieden. Ja. De vraag is welke jullie aanbieden en hoe dat wordt vergoed? Wij bieden in die zin, kijk, onze eigen artsen en psychologen kunnen daarin begeleiden. Zij zijn daar natuurlijk geen expert in, dus het kan zijn, is tot nu toe niet gebeurd, dat er toch iemand zeg maar extern voor ingehuurd wordt. Daar kunnen wij geen aparte rekening voor sturen naar de, misschien nog wel naar de cliënt, maar dat vind ik niet terecht om te doen. We kunnen ook geen aparte rekening sturen naar een zorgverzekeraar of een zorgkantoor. En voor ons is het grootste gedeelte zorgkantoor.
Dit hoort dan gewoon bij de geleverde zorg. En dat is natuurlijk hetzelfde als dat we iemand op zouden nemen die verslaafd is aan alcohol. En die zullen we ook helpen met daarvan afkomen. En dat zit ook gewoon in het ZZP. Dankjewel. En dit is een bredere vraag naar iedereen, hè? Want we komen er ook achter dat er ook maatwerk echt gewenst is voor de stoppen met rokenzorg, voor de ouderen doelgroepen en de subdoelgroepen en de gehandicapte zorggroepen en subdoelgroepen. We hoorden net al dat er ook dus in organisaties eigen modules en ondersteuning wordt ontwikkeld. Bieden jullie iets aan? Of zijn jullie dus juist zoekende en in ook wat er mogelijk is qua vergoedingen? Laat het ons weten. Ik ben even aan het kijken. En nog één laatste vraag voor nu. Hoe maken jullie het haalbaar om in de pauzes te roken als het niet op het terrein mag? De zorg gaat door en er is geen tijd om 15 minuten weg te blijven. Dit gaat over de lunchpauzes. Want in de koffiepauzes, dat is de basentijd. Ik weet het CAO-artikel even niet meer uit mijn hoofd hoor. Maar daar staat in dat bij een pauze die langer duurt dan 15 minuten, dan is het eigen tijd. Zo is het ook in het rooster verwerkt. Ja, dan hebben mensen ruimte genoeg om buiten het terrein te gaan roken. En we hebben natuurlijk ook wel gekeken bij de ene locatie die op het landgoed ligt, dat dat lukt. En dat ze niet helemaal naar de rand van het landgoed hoeven te lopen. En roken in de koffiepauzes mag dus niet. Dat is wel een groot struikelblok overigens hoor. Dat hebben we nog niet. Dat is niet 100% dat waterdicht dat dat lukt. Ja, en wat je inderdaad ook bij andere zorgorganisaties heel erg hoort, hè, dat als je met rookvrij aan de slag gaat, dat gaat bijna gepaard met de discussie over de pauzetijden. Ja. En dat is ook wel iets om goed om in je achterhoofd mee te nemen als je dit in gang zet. Ja. En aan de andere kant, we hebben de vorige wet gevraagd, hebben jullie klachten gehad? Nou ja, we hebben wel een klacht gehad en verschillende opmerkingen gehad van collega's die zeiden van, ja, eigenlijk vind ik het heel erg fijn dat het niet meer mag, want al mijn collega's, een aantal van mijn collega's die gaan in de koffiepauze zitten roken en die lopen weg. En ik moet dus op de afdeling achterblijven. Dat vind ik helemaal niet fijn, dat is niet eerlijk. Dat was hem qua tijd. Dank je wel, Linda, voor deze opname met LEF. Waar je dus inderdaad ziet dat er veel vragen op het juridisch perspectief oproept. Maar wel mooi hoe dat ook laat zien dat je dus als organisatie ook daar nog een slag op kan slaan. Hoewel er geen vaste wet is, maar dat je wel als organisatie daar beleid met LEF kan voeren. Dank je wel.